Het is 8 uur, dus laten we gaan starten. We zijn met volgens mij alleen members op dit moment. Hebben jullie vragen in zijn algemeenheid waarvan je denkt van nou, hoe zit dit, hoe zit dat? De back-office ga ik zo meteen met jullie door, zodat je ook daar een goed beeld krijgt van wat je waar kunt vinden. En het wat minder een zoekplaatje is dan het misschien nu lijkt. Er zit altijd een logica achter het geheel. En het zou fijn zijn als jullie die logica ook gaan zien. En in ieder geval je wat vertrouwder weten met dat het ergens te vinden is. En dat je dat ook weer terug kunt vinden. Wat ik ga delen straks over de back office. Daar komt ook een aparte recording van in korte stukjes. Die in Training Galaxy zullen verschijnen. We hebben het wat druk gehad de laatste dagen met veel gesprekken. Dus er staan nog steeds een drietal video's voor mij die ik opnieuw moet recorden in het Nederlands. Want ik heb jullie beloofd, al dat soort informatie komt ook in het Nederlands. Laten we kijken, zijn er sowieso vragen in zijn algemeenheid waarvan je denkt van nou, dat zou ik nu toch wel een keertje willen weten. Dan is dit je kans, stel ze gewoon. Je kunt ze in de chat zetten of in de Q&A. Beide mogelijkheden zijn er. En als ze er niet zijn, ook prima. Laat het dan gewoon lekker over je heen komen. Dan ga ik met jullie gewoon naar de back-office toe. En mocht er nog een vraag tussendoor binnenkomen, dan kan ik die altijd op een later tijdstip ook nog stellen. Is het een idee om een stappenplan te maken van de volgorde hoe je iemand inschrijft? Dat is een goed plan, Karin. En zeker is dat een aanrader. We hebben daar eigenlijk ook wel een documentje voor, wat je straks ook in Training Galaxy kunt downloaden. Ik moet dat vertalen, want we hebben hem nu in het Engels. En we gaan alles Nederlandstalig aanleveren. Want we zijn ons vooral aan het richten op de Nederlandse talige markt op dit moment. En dan is dat wel zo handig. Niet iedereen is even handig in het Engels. Het lijkt ingewikkeld. Het valt mee. Het ingewikkelde is vooral omdat je start met het aanmaken van een Bitcoin wallet. Dan voor het eerst bitcoins moet aanschaffen. En een allereerste bitcoin betaling is ook lastig. En ik heb in de afgelopen dagen al de nodige uitzonderingen daarmee gekregen. Die krijg je in de komende dagen, Corina. Dan komt de registratielink in het Upstream Power Team te staan. Daar kun je je dan registreren. Heb je toegang tot je account, tot alle instructievideo's, uitleg, alles wat je maar aan kennis nodig hebt. Maar ook de hele Cryptocation cursus staat daar in het Nederlands voor jullie tot je beschikking. En het kan zijn dat ik met Ronda besluit om wel al dat toegankelijk te maken, zodat jullie al met Cryptocation aan de gang kunnen. En dan komen de verdere uitlegvideo's rondom back-office, compensatieplannen en dergelijke, worden er nog aan toegevoegd. Dus die link gaan we delen in het Upstream Power Team. Wat als iemand absoluut geen wallet zelf wil, omdat ze het ingewikkeld vinden? Tamara, je mag je afvragen, waarom wil iemand cryptocurrencies gaan minen als ze zo'n wallet ingewikkeld vinden? Want waartoe willen ze het dan gaan opnemen? Het kan niet zo zijn dat jij als een soort tussenbankier moet gaan fungeren. Als mensen zelf geen wallet willen maken, omdat ze dat te ingewikkeld vinden, dan denk ik dat Lifestyle Galaxy en Galaxy Mining niet voor die persoon is. Want een wallet heb je met cryptocurrency ten alle tijde nodig. Goed, ga ik jullie meenemen naar de back office. En ik ga jullie in eerste instantie meenemen, want dat is wel aardig. Deze even sluiten. Even spieken. Waar ik heen moet. Dat is als je een hoop open hebt staan. Ik ga jullie eerst meenemen naar de mining account van mijn kleindochter. Dit is een retail mining account. En zoals jullie zien staat er bovenin een account waaronder ze van alles kan vinden. In dit geval de persoonlijke gegevens, de naam van de papa van de kleindochter. Security is iets waar mensen hun two-factor authentication
die je ook gebruikt voor je blockchain wallet, kun je dus ook inschakelen voor jouw account. Zowel Galaxy Mining als Lifestyle Galaxy. Als je hem op één van de twee instelt, staat hij automatisch op beide voor jou ingesteld. Dit is een stukje veiligheid. Een stukje veiligheid omdat jouw coins hier in jouw back-office staan. En als ik hier zou kijken naar het multi-mining dashboard van deze kleine meid. Multi-mining. Dan zie je hier rechtsboven wat er tot op heden is gemined voor haar aan Ethereum. Want als ik ga kijken bij de settings, nee, mining control eerst, mining control. Onder mining control kan ik kiezen welke coin ik wil minen voor haar. En ik heb gekozen voor 100% Ethereum. Ik kan dit schuifje kan ik opzij zetten. Ik kan zeggen ik wil 50% Ethereum en ik wil 50% expense. Ik kan dat hier indienen, submit, bevestigen is dat. En als ik dit zo laat staan, dan wordt er morgen niet alleen Ethereum gemined, maar ook expense in dit geval. Nou, expense ben ik niet zo'n hele grote fan van, dus die zet ik naar nul. En ik denk, ik wil Zcash wil ik minen. Als ik niet precies op 100 uitkom, dus in dit geval zet ik hem bewust even op 47 en 50 is samen 97%, dan zul je zien dat ik hier niet op die submit-button kan klikken. Die verschijnt niet. Ik moet zo de schuifjes neerzetten dat ik altijd op 100% kom. En pas als ik op 100% kom, kan ik hem submitten. Luister natuurlijk heel nauw. Oh, je zag ook wat er gebeurt als ik meer doe. Krijg ik ook een opmerking dat ik maximaal 50% voor Zcash in kan stellen. Submit. Nou, dan krijgt ze morgen, krijgt ze er voor de aardigheid ook weer een beetje Zcash bij. Als ik terugga naar het multi-mining dashboard en ik kijk naar settings, dan kan ik hier instellen welk percentage ik voor die uitbreiding van die miningcapaciteit wil hebben. Standaard staat hier altijd 35%. Ik heb gekozen voor 40%, zowel op multimining als op een stukje bitcoin mining. Iets hoger dan de standaard 35%. Daar voel ik me prettig bij. Je hoeft dat niet te doen. Je kunt het ook gewoon op 35 laten staan. Ook dan werkt het minen prima. En zoals je hieronder kunt zien, als je een opname wil doen, vul je hier je Bitcoin wallet adres in of je Ethereum wallet adres. Hoe je een Ethereum wallet gaat aanmaken, de blockchain.info wallet, daar kun je ook Ethereum naartoe sturen. Dat heb je misschien links in je menu ervan ook gezien. Daar staat zowel Bitcoin als Ethereum. Dus in die wallet, daar kun je ook je Ethereum naartoe sturen. Heeft alleen een ander adres, want een Ethereum wallet heeft een ander adres dan je Bitcoin adres. Je ziet dat er hier nergens in het menu een opmerking staat over upgraden. En als ik nu in mijn eigen Galaxy Mining account ga kijken en ik kijk onder Business Management, dan kan ik naar Retail Miners. Als ik vervolgens de account van mijn kleindochter ga opzoeken, even spieken waar die staat. Ik kan het zeggen, dat moet rond haar geboortedatum zijn geweest. Excuus. Dan zie je hier aan de rechterkant een schakelaartje en dat staat off. Dat betekent dat ik niet de mogelijkheid bied om te upgraden. Als ik het schakelaartje omhaal naar on, wat nu gebeurd is, weer even omlaag.
zul je zien dat ik het nu 3 keer doe en dat het niet doet. Waarschijnlijk is dat omdat ik hem uit heb gezet. Eerder vandaag. Daar is die. Je moet wel goed klikken natuurlijk. Je ziet hier staat nu dat schakelaartje op om. Als ik nu terug ga naar de account van mijn kleindochter. En ik klik hier bovenaan in het menu. Dan zie je ineens hier bovenaan verschijnen Join the Club. Als ik Join the Club aan zou klikken. Dan krijg ik hier de mogelijkheid dus voor een retail miner om te upgraden naar het membership. Ik doe dat nu niet. Ik ga niet door dat proces heen. Maar dit was puur om jullie te laten zien dat als je zelf in je Galaxy Mining account, waar je dan dus onder Business Management je retail miners kunt vinden. Je kunt daar ook zien met wat voor bedrag ze minen. Daar kun je die schakelaar omzetten, zodat bij hun die upgrade mogelijkheid zichtbaar wordt. Heb je nou iemand met wie je spreekt en die zegt nee, ik wil gewoon met een klein bedrag minen en af en toe is een package erbij. En ik heb helemaal niks met network marketing en ik wil helemaal dat membership niet. Dan ga je ze ook niet bezwaren met die mogelijkheid in dat menu. Dan zien ze die niet eens. Dat is waarom je hiervoor kunt kiezen. Je kunt heel bewust kiezen bij wie je het wel zichtbaar maakt en bij wie niet. Dat over de retail accounts. Dan gaan we nu naar het Lifestyle Galaxy account. Het dashboard hebben jullie allemaal al eens gezien. Als het goed is, heb je hier allemaal rechts je e-mailgegevens ingevuld voor de nieuwsbrief. En heb je dat gisteren gedaan, dan heb je waarschijnlijk vandaag de eerste nieuwsbrief ontvangen. Met het oog op een company webinar komende dinsdag. Hieronder zie je nog een werkboek. Om succes te hebben, ik negeer dit. Dit is het standaard verhaal zoals je eigenlijk bij elk network marketingbedrijf wel tegenkomt. Ik denk dat de training en de methodiek van het netwerkwiel reuze effectief is. En laten we dat vooral met elkaar blijven hanteren. Onder business management, als je op producten klikt, krijg je hier alle producten te zien die het bedrijf heeft. We zien Galaxy Mining. Learning Galaxy is het appje. Esports Galaxy, de app, is in vergevorderd stadium. De upgrade ervan ligt nu ook bij Apple ter goedkeuring. En we hopen die op korte termijn te kunnen relaunchen in de hernieuwde versie. En dan zal ook je Esports Galaxy link gaan werken. Auction Galaxy. Ik weet vanuit het executive overleg dat we deze week hadden, dat we daar in de komende maanden meer aandacht aan gaan besteden. Mensen vinden onze auctions altijd erg leuk. Waarom? Als Value Club member kun je daaraan meedoen. En je kunt dan bieden op bijvoorbeeld een mining package, maar ook op een beetje Ethereum of een beetje Bitcoin in contanten. En ik heb bij de allereerste veiling die ik ooit meemaakte, heb ik gezien hoe iemand voor, ik geloof nog geen $30, op dat moment 2 bitcoins heeft gewonnen. Toen was de bitcoin nog een stuk lager in waarde, maar toch, als je maar $30 betaalt voor iets wat $1200 waarde heeft, daar word je best vrolijk van. En het is reuze leuk om eigenlijk tegen andere members op te bieden. Een bot wordt steeds verhoogd met een cent, dus het is niet dat je sky high gaat. Je bepaalt zelf wanneer je een bot uitbrengt, en of je überhaupt mee wil doen. Galaxy Growth is een serie producten die eigenlijk gericht is op het ontwikkelen van leadership skills. Ook die staat vlak voor de lancering. En dan Galaxy Mobile. Dat is iets waar we heel erg trots op zijn. Dat is een app waar je vanuit 1 app in je Lifestyle Galaxy account kunt. Ook in je mining kunt. Waar je alles eigenlijk op je mobiele telefoon voor handen hebt. Ideaal natuurlijk. Dat zijn de producten.
De tree hebben jullie allemaal al gezien. De tree settings, als het goed is, hebben jullie die allemaal op manual gezet. Is dat niet het geval, doe dat alsnog. Zet die naar manual, scroll omlaag en bevestig door te saven. De security section opnieuw. Ik heb de two-factor authenticator heb ik ingeschakeld op mijn account. Als ik hier naartoe ga nu, dan vraagt hij mij ook nu of ik die wil disablen. Ik heb hem enabled. En ik raad jullie allemaal aan, je hebt die Google Authenticator nu toch al voor je blockchain wallet. Schakel die ook in op deze account. Veiligheid voor alles. En onder Change Account Password, daar kun je uiteraard altijd jouw password wijzigen, mocht je dat willen. De privé-account informatie, dit zijn jouw persoonlijke gegevens. Op het moment dat je daar iets in zou willen aanpassen, omdat je verhuisd bent, omdat je een ander telefoonnummer hebt, of je hebt een ander e-mail, dan kun je verzoeken om een wijziging in informatie. Dat wordt altijd via support wordt dat gewijzigd. En dat is een extra bescherming, dat mensen maar niet een ruilhandeltje gaan maken van accounts. Dus alleen de gegronde redenen, ik heb een nieuw e-mailadres, het oude e-mailadres is niet meer in gebruik. Dat soort zaken zijn prima, maar we hebben anders ook wel situaties gehad waarin mensen ja, fake namen, fake telefoonnummers, dat soort zaken erin zetten. De telefoonnummers komen wij al achter, omdat we een afdeling hebben die iedere nieuwe inschrijving telefonisch benadert, even verifiëren of alles in orde is en of het ook een echte persoonsnaam is. Onder die public information kun je ook nog een persoonlijke boodschap ingeven. Je ziet op dit account, ik heb geen telefoonnummer. Mijn telefoonnummer is mij redelijk heilig. En ik vind dat niet zo nodig dat dat ook op een website ergens aan publiek staat. Dus ik heb daar gewoon Skype ingevuld. Iemand die vragen heeft, kan altijd skypen. Of kan een e-mail sturen. Maar Skype vind ik wel zo prettig. En je kunt ook een persoonlijke boodschap nog meegeven. Wat hebben we nog hier? Je kunt zien wie je persoonlijk gesponsord hebt. Als je eventueel gamers uitnodigt. En daar gaan we in een andere gaan we daar nog een keer op in. Dan verschijnen die hier. Ik heb niet veel met het gamen. Dus je ziet hier ook dat ik aan één iemand, die heb ik persoonlijk eens ingeschreven. En daar heb ik ook wat punten naartoe gestuurd, zodat hij ook echt kon spelen. Als ik die game points, want jullie krijgen allemaal 1000 dragon points bij je membership. Dus je kunt spelen. Maar als ik die naar iemand zou willen toesturen, dan kan dat via Transfer Esports. Je ziet een Esports Points History. En je ziet, ik heb hier wel twee keer, want ik wilde het uittesten, een paid game gespeeld tegen iemand anders. Ik heb ook twee keer fantastisch verloren. Ik heb niks met games, dus uiteraard als ik iemand uitdaag, kan het goed meteen geven. Helemaal onderaan hier zie je bij mij het Lifestyle Galaxy Compliance Certificate. Bij jullie staat dat certificate er nog niet. Voor jullie geldt dat je nog door die quiz heen mag. De quiz bestaat uit, ik geloof, 21 vragen. En boven elke vraag staat een stukje tekst. Het is multiple choice en het zit behoorlijk logisch in elkaar. Het is Engels. Ik heb gevraagd aan de company gisteren of zij mij alle vragen en antwoorden kunnen geven, zodat ik die kan vertalen naar het Nederlands. Als die er zijn, zal ik ook zorgen dat Engels en Nederlands naast elkaar komen te staan, zal ik dat ook in de powergroep zetten, zodat je de vraag kunt herkennen en dan in het Nederlands de vraagstelling kunt lezen. Dat maakt het waarschijnlijk een stuk makkelijker voor degene die worstelen met het Engels. Ik ga meteen even kijken naar de chat. Hoe kwam je bij de vragen? Onder business management. Helemaal onderaan. LG Compliance. Bij mij staat nu certificate, omdat ik die quiz al heb gedaan. En daar staat anders LG Compliance Quiz.
En als je die selecteert, kom je daar ook gewoon doorheen. En als je die quiz met goed gevolg aflegt, krijg je zo'n prachtig mooi certificaat. En het certificaat is geldig voor 1 jaar. Na 1 jaar mag je opnieuw wat vragen afleggen. En dat heeft ermee te maken dat we op die manier ook mensen scherp houden, zich bewust houden van wat wel en niet mag. Maar ook als er wijzigingen plaatsvinden in wet of regelgeving, of in de manier waarop de company producten presenteert, dan kunnen we dat allemaal ook up-to-date meenemen in die quiz. Dus vandaar dat die geldig is voor 1 jaar. Dat is alles wat je onder business management vindt, onder accounting. De history laat alles zien wat er gebeurd is op jouw account. Alle inkomende en uitgaande betalingen. Ik ga meteen nog even terug naar de chat. Ja, in verband met de quiz. Als je Google Translate in de balk aanklikt, dan komt het grotendeels in het Nederlands. Maar het zou soms kunnen zijn dat een vertaling niet helemaal logisch is, waardoor je bij een antwoord denkt, wat staat hier in hemelsnaam? En dat is dan lastig. Vandaar dat ik me heb opgeworpen als Nederlandstalige binnen het executive team, om al die vragen gewoon naar het Nederlands te vertalen en ook de antwoorden naar het Nederlands te vertalen. Zodat je één op één eigenlijk ziet, oh, die vraag herken ik in het Engels. Dit is de vertaling in het Nederlands en dit zijn de antwoorden in het Nederlands. Dan kies ik in dit geval antwoord 1, 2 of 3. Dat maakt het toch even wat makkelijker. En Tamara, respect voor jouw doorzettingsvermogen. Maar het scheelt je een hoop geblader in woordenboeken. Je kunt hier ook selecteren op alle inkomende betalingen, alle uitgaande betalingen. Als ik kijk naar uitgaande, dan zie je dat ik hier een voucher heb aangeschaft. PV staat voor product voucher. Daar heb ik een voucher aangeschaft voor $25. De monthly fee charge zie je er op die manier uitgaan. Als je precies wil weten van, hey, wat heb ik nou verdiend op het vlak van de directe commissies? Submit, moet ik weer even nadenken. Ik wil altijd sneller dan het systeem, dat is soms wat lastig. Dan zie je dat ik hier eenmalig dus mijn $400 voor mijn Value Club package heb betaald. En je kunt ook zien, 3 augustus 2016 is dat geweest. Ja, dat zijn belastingtechnisch, zijn dat zeker goede overzichten, want het geeft je de mogelijkheid om dit te laten zien. Het enige wat ik nog gevraagd heb aan David Martin, of hij de programmeurs ook kan vragen of we hier een tijdsperiode bij kunnen gaan selecteren. En dat staat op de wishlist op dit moment, want dat zou mij een lief ding zijn als ik in een periode kan zien, hey, wat is mijn inkomen over die periode? En zeker als je toewerkt naar incentives voor een company event, dan geldt bijvoorbeeld je inkomen over een periode van 1 september tot en met 31 juli van het jaar erop. Of tot en met 30 juni van het jaar erop. Ja, dat is wel prettig als je dat dan ook kunt selecteren. Dat je kunt zien en niet handmatig dat allemaal hoeft bij te houden. Goed, de payment statistics. De payment statistics laten hier precies zien wat er in een week is ontvangen. Alle niet gecancelde cycle bonussen, alle niet gecancelde leadership matching bonussen in dit account in deze week van 27 augustus tot 2 september. En je kunt selecteren hoe je dat wil. Hij geeft altijd standaard de afgelopen volledige week. Maar ik kan ook in de huidige week kan ik gaan kijken. En ook in de huidige week zie je weer cycle bonussen en matching bonussen. Nou zie je hierboven links een interne wallet en rechts een standaard wallet. Laat me je dat uitleggen. Veel van de memberships worden nog steeds betaald met een creditcard. De betalingen van een creditcard worden door de company ongeveer 2 weken later pas ontvangen. We hebben ook nog een bedenkperiode. Wettelijk is dat ook verplicht.
En in die bedenkperiode kan iemand afzien van zijn membership, zeggen, nou, ik wil dit toch niet, doe mij maar een terugbetaling. Als je je commissies op dat moment al hebt uitbetaald, en mensen hebben dat opgenomen, dan moet je als bedrijf zorgen dat je die commissies weer terugkrijgt. Daarom hebben we een systeem waarin, als ik kijk naar de voorgaande week die gecompleteerd is, dit bedrag, die $170, verschijnt over 2 weken in die interne wallet. En dan na 1 week wordt het overgezet naar de standaard wallet. Als het in de internal wallet zit, kan ik het al gebruiken om producten aan te schaffen. Ik kan daar al bitpacks voor kopen voor een Auction Galaxy. Ik kan er retail vouchers voor aanschaffen voor kinderen of kleinkinderen. Of voor trouwdagen, jubilea, noem maar op. Dat kan ik dan al doen. Pas als het recht staat, kan ik opnemen. Dus dat is wel even goed om te weten. En ook te beseffen waarom die logica erachter zit. De hele cv-historie op dit account. Daar zie je value club packages. Je ziet 200 punten bijgeschreven worden. Je ziet 2 cv-punten. Je ziet 3, je ziet er 4. Je ziet monthly fees. Het staat hier allemaal in. De volledige historie vanaf de allereerste dag dat ik gestart ben, kun je hier alles in terugvinden. De managed subscription. Ik kan hem hier ook deactiveren. Ik doe dat niet, want ik vind het heel prettig, het netwerkmarketing, om ook die cv-punten op te bouwen. En ook de cyclebonussen te ontvangen. Maar als mensen niet willen netwerken, ze willen alleen minen of ze willen alleen de memberships verkopen en verder niets met die cv-punten te maken hebben, kunnen ze hier dus hun monthly subscription deactiveren. En ze kunnen hem ook op elk moment weer activeren. Als je gelden wilt opnemen, dan lijkt het hier alsof we alleen nog een internationale bankoverschrijving hebben. Je selecteert deze. Dan wordt hier $20 fees aangegeven en je geeft aan welk bedrag je wilt opnemen. Ik heb nu niet genoeg staan om een opname te doen, maar zou ik dat doen, dan verschijnt er een invulformulier voor jouw bankgegevens. Je dient dat in. En vervolgens kun je onder support, hier rechts, gaan we straks laten zien, een ticket indienen waarin je vraagt om uitbetaling van jouw withdrawal-verzoek naar je Bitcoin wallet. Je vermeldt daarbij je Bitcoin wallet-adres en je krijgt van support een bevestiging dat zij dat doorsturen naar financiën om over te maken naar je Bitcoin wallet. Normaliter heb je binnen een dag of 3 staat het dan in je wallet, want dat zijn handmatige overboekingen die plaatsvinden. Mocht je voor iemand een membership voucher willen aanschaffen, dan kan dat ook. Je kunt hier selecteren of je een e-sports punten voucher wilt aanschaffen, of je iets wilt oversturen naar iemand anders. Vouchers die gerefund zijn, omdat mensen die niet gebruikt hebben, die komen hier dan ook terecht. Of je kunt een voucher aanschaffen voor nieuwe gebruikers. Laat ik daar voor de aardigheid eens op klikken. Dan kan ik hier opnieuw selecteren hoe ik wil betalen. En als ik al bekend ben bij de company en ik heb betaald met een creditcard ooit, kan ik hier ook creditcard kiezen. En hier kan ik vervolgens kijken of ik inderdaad een value club package wil aanschaffen. In Europa is dat 400. In andere continenten, Afrika, Zuidoost-Azië, is het inmiddels $600. Maar omdat we in Europa nog steeds in een opstart zitten, mogen we hier nog steeds het value club package voor 400 aanbieden. Maar ik kan ook iemand een voucher geven voor een subscription. De $30. $20 is iets wat voorkomt uit het verleden, van jaren terug toen mensen zijn gestart bij ons. Dat zijn mensen die hebben ooit dat geactiveerd.
Die mogen dat ook tegen $20 blijven doen. Voor nieuwe members al sinds 2015 geldt gewoon de $30 subscriptions. Op het moment dat je zo'n voucher aanschaft en je wilt dat naar een bestaande member sturen, dan kun je dat ook doen. Even kijken, moet ik terug naar deze vouchers. Want je ziet, dit is een gift voucher. Die heb ik ooit vanuit een actie gekregen. Die kan ik nog naar iemand toesturen om zijn membership mee te betalen. Ik klik op send, vul dan de username in en het systeem forward die gewoon. Ik krijg dan ook te zien naderhand of die ook daadwerkelijk gebruikt is of niet. Want ik kan dat ook dan altijd weer cancelen. Zolang die niet gebruikt is uiteraard. Als die eenmaal gebruikt is, kan ik dat niet meer cancelen. Dus dat zijn de vouchers. Galaxy Reward Points slaan we even over, want daar is niet zo heel veel over te vertellen. Player Affiliate Commissies is als er iemand in jouw league aan het gamen is geweest. Nou, ik heb me nog helemaal niet met dat gamen bezig gehouden, dus dat zie je bij mij ook niet. Galaxia's. Ik heb er één hele Galaxia die ooit verdiend is. Die kon je alleen nog maar verdienen. En die zou ik naar iemand anders kunnen oversturen. Ik doe dat niet, want ik heb er maar één. En dat vind ik ook gewoon leuk. En ik zou die Galaxia ook nog eens kunnen omwisselen naar bitcoins. Maar ook dat doe ik niet op dit moment. Nou, mining hebben jullie gezien. En daar zijn we net ook bij de retail account doorheen gegaan. Dat ziet er niet anders uit. Hier kan ik ook mining vouchers aanschaffen. Iets wat ik nogal eens heb gedaan voor kinderen en kleinkinderen. Dus ik laat hier zien alles wat gebruikt is. Dan zie je dat dat een behoorlijke lijst is aan vouchers waarmee ik voor hen hun mining heb kunnen opbouwen. En ik kan hier ook een nieuwe voucher aanschaffen. Dus als je gaat nadenken over een cadeau. Ik kijk even naar de vragen. Hoeveel waarde heeft een Galaxia? Die Galaxia die we nu in onze back-office hebben, $10. Hier kan ik selecteren hoe ik wil betalen, maar daaronder, veel belangrijker, als ik een voucher wil kopen voor iemand anders om cadeau te doen, dan kan ik kiezen voor, hier staat nog Ethereum Retail, dat is Multiminer Retail. Ik selecteer welke ik wil hebben en ik kan hem aanschaffen. En dat zijn leuke cadeaudingen om te gebruiken. Als je aan het minen bent, dan krijg je ook een mining certificaat in je back office. En daar staat precies op wat jij hebt aangeschaft. Dus bekijk die ook eens op je gemak. En deze onderste vind ik altijd wel prettig. Die laat de systeemstatus zien. De Lifestyle Galaxy website, niks mee aan de hand. De API die we hebben, ook niks mee aan de hand. De diverse betalingsmethodes, alles staat goed. Mining van alle coins die we op dit moment hebben, staat ook allemaal goed. En is er ergens een hiccup, dan zie je dat hier ook staan. Dus dat is altijd wel een handige om even te kijken als je vermoedt dat er ergens iets mis is. De marketing websites. De lifestylegalaxy.com is voor iedereen die met een $400 membership wil starten. De galaxymining.com is voor iedereen die niet met die $400 wil starten, maar met een klein mining package. Je bent wel eigenaar, je bent alleen mede-eigenaar. Je bent mede-eigenaar bij equipment tot $1000. En dat is logisch, want anders zou er een enorm stuk overcapaciteit op zo'n apparaat zitten, op zo'n machine. En met z'n tweeën kun je heel goed op één piece of equipment kun je minen met twee keer een $500 package. Auction Galaxy. Daar kun je dus ook gewoon op inloggen. En als er een veiling is, jezelf de inloggegevens gelden hiervoor. Daar kun je dan of eens meekijken of misschien wel meedoen.
De eSports Galaxy Link werkt nog niet op dit moment. Learning Galaxy volgens mij ook niet. Ik heb gewoon het appje gedownload. Dit is een stukje informatie, daar kom ik beslist in de komende maanden op terug. En Galaxy Growth moet nog gelanceerd worden. Dan heb je nog wat resources en die zijn wel belangrijk. De Lifestyle Galaxy Compliance website is een waardevolle bron van informatie, ook voor prospects, omdat daar heel veel staat over de values van de company. We vinden daar ook een interview met de operationeel directeur van Gigawatt. Dat was onze allereerste en grootste mining partner. Inmiddels hebben we ook eigen facilities waar we minen. Maar vooral dat interview, ik denk dat dat heel indrukwekkend is. Een echt toegevoegde waarde voor iedereen die zich afvraagt of wij nou wel echt zijn. De Lifestyle Galaxy Events website, kijk daar ook eens rond. Daar zie je allerlei foto's en video's van mensen die de mines bezocht hebben. Je ziet daar foto's en video's van events die we hebben gehad. En wat we hier nog wel missen is de lifestylegalaxyupdates.com. Daar worden alle company announcements, vind je daar ook terug. En dat is vooral een website die interessant is om met je retailers te delen. Want die retailers krijgen de company nieuwsbrieven niet. Alleen de Value Club members krijgen die. We hebben pas geopperd dat het goed zou zijn om ook de retailers te kunnen benaderen met informatie die voor hen relevant is tot die tijd. En ook in de gewone upstream Facebook groep delen we de company updates, de announcements met iedereen, zodat de retailers daar in ieder geval een punt hebben waar ze ze ook kunnen vinden. De settings van jouw marketing websites, dat is weer die public information die je ook onder business management tegenkomt. Onder webinars vind je voorgaande company webinars. En we zien hier ook dat interview met Dave Carlson, de directeur van Gigawatt. Rechts is Randy Prins, onze CFO. Een speciaal webinar voor members in 2018. Nog eentje vanuit augustus vorig jaar. Neem je tijd ook om daar eens een idee van te krijgen. En hieronder, die zal binnenkort denk ik weer verdwijnen, want dat was voor de eventregistratie voor het event in Maleisië. Onder support. De company updates. Klik hier voor company updates, dat brengt je naar de website lifestylegalaxyupdates.com. Business support, ik denk dat die heel belangrijk is, want onder business support kun je een nieuw ticket aanmaken. Je kunt kiezen uit een aantal categorieën. Retail mining, mining informatie onder Lifestyle Galaxy, betalingen voor Lifestyle Galaxy. Als het te maken heeft met je gebruikersaccount, gaat het om de persoonlijke informatie, een verzoek om een wachtwoord te resetten, een verzoek om jouw business, jouw account over te dragen, vragen over de accountingzijde van het hele verhaal. Je selecteert wat je wilt hebben. Laat ik als voorbeeld eens aangeven, Lifestyle Galaxy Mining Information. Oh, dan hoef ik in dit geval geen subcategorie in te klikken. Als je geen categorie kiest, als ik bijvoorbeeld kies user account, dan zal die straks je ticket niet versturen. Ze willen echt dat je zo'n subcategorie kiest. Dus dat is wel van belangrijk. How the CV history works. Hoe werkt die CV history? Je kunt je onderwerp ingeven, je kunt je bericht ingeven en je klikt op send. Als ik terugga naar het ticketsysteem, dan zul je zien. Oh kijk, hier staat bij mij nog een bolletje. Ik had hem al gesloten. Maar de company heeft hier dus gereageerd dat ze een opname hebben uitbetaald via de wallet. Maar ik had hem in mijn wallet al zien binnenkomen. Ja, dan sluit ik zo'n ticket ook. Als er een nieuwe reactie is, een antwoord op jouw ticket, krijg je een e-mail. Maar zie je hier ook altijd een groen bolletje zie je oplichten.
En bij de status zul je dan zien iets in de trant van waiting for response user. Dat betekent dat er een vraag is gesteld naar jou of een antwoord en jij mag dan reageren of je ticket sluiten, afhankelijk van de situatie. Tickets worden over het algemeen binnen 24 uur beantwoord. En ik denk dat je, als je vervolgens nog gaat kijken naar de back-office training, hier zie je al allerlei video's, maar dit is Engelstalig, die ook het nodige uitleggen over je hele back-office. En je ziet, dat is opgedeeld in onderdelen. CV-historie, hoe koop je een mining voucher, hoe verander je je wachtwoord, hoe zorg je dat je monthly subscription, dat die goed staat. Hoe koop je een mining package? Hoe koop je een Value Club membership voucher? Hoe zorg je dat je e-mailadres geverifieerd is voor de e-maillijst? Welke marketing website je hebt? En de publieke account informatie. Dat is een heleboel informatie wat je kunt vinden in je back office. We zijn er nu een keer doorheen gegaan, maar je zult best nog een keer zoekend zijn van, oh, waar vind ik wat? Als je een beeld hebt van, ik heb het gezien, het moet ergens in staan en vind je het nog niet, vraag het gewoon in de groep of stuur me een persoonlijk berichtje en dan maak ik je graag wegwijs. Dit komt ook in korte stukjes in het Nederlands, dus in Training Galaxy te staan, zodat je ook daar op onderwerp gericht kunt zoeken hoe iets werkt in je back-office. Dan ga ik hier nog even kijken naar de vragen. Die heb ik beantwoord hier nog bij de Q&A. De $30 worden automatisch afgeschreven. Het systeem zal altijd eerst kijken of je commissies in jouw wallet hebt staan. Als daar commissies in staan, haalt hij ze daarvan af. Anders gaan ze je vragen om je debitcard of creditcard gegevens in te vullen, zodat ze het daarvan af kunnen halen. Heb jij voordeel als je iemand een member voucher cadeau doet? Als jij iemand een member voucher cadeau doet, dan betaal jij dus gewoon voor dat voucher. En het betekent dat jij ook gewoon je $150 aan faststartcommissies weer krijgt. En 200 cv-punten. Alleen de vouchers die je vanuit de company krijgt als beloning tijdens een promotie, daar krijg je geen $150 op. Want die heb je ook niet betaald. Die zijn niet betaald, die worden geschonken vanuit de company. Maar mensen die zo'n voucher gebruiken, tellen wel mee voor jouw kwalificatie. Als jij op zoek bent naar je eerste 6 members om je eerste level matching bonussen, daar de kwalificatie voor te krijgen, en je zou 5 members hebben en die 6e gebruikt zo'n cadeauvoucher die je tijdens een promotie wint, dan heb jij daarmee je nummer 6 binnen en ben je wel gekwalificeerd. Het cadeau doen van een member voucher vanuit netwerk marketing oogpunt, kijk daarmee uit. Doe dat met mensen die je dierbaar zijn. Als je je ouders een membership cadeau wilt doen, omdat ze graag willen minen. Als je een hele goede hartsvriendin die je dat gunt, prima. Maar waak ermee voor mensen die zeggen heel graag te willen netwerken, maar het zich financieel niet kunnen permitteren. Jarenlange ervaring leert dat als mensen niet het stukje financiële investering doen in een membership, het voor hen ook niet uitmaakt of ze er wat van maken of niet. En meestal zie je dan dat er niets gaat gebeuren onder zo'n account. Dus als het vanuit het idee is, iemand wil graag, spreek dan een betalingsregeling met ze af van prima, je krijgt van mij die voucher op het moment dat je voor mij de helft bijvoorbeeld hebt, $200. En die mag je mij gewoon in euro's betalen. En dan krijg je van mij 2 maanden... Dan kun je voldoende mensen inschrijven om mij de overige $200 terug te betalen. Daar kun je het wel voor gebruiken. Want dan doet iemand ook die financiële investering. En zijn ze eerder genegen
om ook werkelijk hun best te doen, te gaan netwerken. En met de training waarvan wij weten dat ze die kunnen volgen bij Ingrid, als iedereen toepast wat ze daar leren, dan kan het haast niet anders of ze moeten ook resultaten gaan behalen. En het is meer, ik weet, ik heb dat in mijn eerste jaren netwerkmarketing regelmatig gedaan. Ik heb heel wat commissies gebruikt om voor anderen dan maar een account te kunnen betalen. En vervolgens gebeurt er niets. En dat is zonde. Daar heb je niet hard voor gewerkt om je commissies op die manier eigenlijk in het water te gooien. Dan heb je een naam en je hebt een gevulde positie onder jou. Maar verder gebeurt er helemaal niets meer. Niet eerst een eerste level. Laat staan duplicatie. Is dat helder? Hebben jullie verder nog vragen? Dan denk ik dat we er mooi doorheen zijn. Ik zal deze recording zal ik ook in de groep zetten, zodat mensen die nog terug kunnen zien. En deze recording zet ik niet in Let's Change the Game. Deze zet ik in het Power Team. Omdat dit echt een back-office is, dat is voor netwerkers. En dat gaat anderen nog even niks aan. Wordt een hele studie. Je groeit er vanzelf in. Geloof me, Karin. En we praten binnenkort gewoon even bij. Dan dank ik jullie allemaal heel hartelijk voor je aanwezigheid. En we spreken elkaar allemaal gauw weer. Nog een fijne avond en tot een volgende keer. Dag!